Antonio Montana. Zondag. Al Pacino is een Cubaanse vluchteling die samen met zijn vriend Manny in het veelbelovende Amerika arriveert. Samen hebben ze grote plannen en al snel bouwen ze een machtig, maar ook zeer gewelddadig crimineel imperium. I need a guy who's stealing his balls from him. Maar geld en drugs zorgen langzaam voor zijn ondergang. Zondagavond Al Pacino in Scarface bij Veronica. Ja, een geweldige film Scarface. Dus dat biedt perspectief aanstaande zondagavond. Maar deze dinsdagavond ook. Zo kun je straks kijken naar films en sterren. Nou, René Mioch heeft een zware taak op zich gekregen om het filmfestival van Cannes te bezoeken. Hij was daar dus vorige week en sprak met menig filmster en fotomodel over de filmbusiness. Nou, je ziet het om 22:50. Ja, het Big Brother huis is weer bewoond door maar liefst 7 mensen. En niet zomaar mensen, nee, mensen die betiteld worden als VIP's. Eerder op de avond heb je ze al kunnen zien en wat er allemaal gebeurde in het huis. Maar mocht je het gemist hebben, dan is er om 23:50 een herkansing Big Brother VIP's. Nou, nu gaan we verder met de eerste speelfilm van vanavond en dat is Beethoven. Nou, op een dag belandt er in het huis van de familie Newton een pup die door de kinderen direct geadopteerd wordt. De pup blijkt uiteindelijk niet een leuk, schattig klein hondje te zijn. Nee, hij groeit op tot een logge, kwijlende Sint-Bernard van zo'n 90 kilo die alle spullen die op zijn pad komen totaal vernielt. Hey, young man. Deze film is geschikt bevonden voor alle leeftijden.